dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijdelijk. Goedemorgen, 4 HAVO, Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag bespreken we twee sommen van de D-toets. En hier op het bord. We beginnen met D-toets som 15. En dat is een som die te maken heeft met het gebruik van de grafische rekenmachines. Laten we even kijken. Som 15. Er wordt gezegd, het aantal zieke werknemers van de firma Post vertoont een jaarlijks terugkerend patroon dat kan worden beschreven door een of andere formule. Het aantal zieken is min 0,2 t tot de derde plus 3,6 t kwadraat min 14,4 t plus 50. En dan zeggen ze hier in de stedentijd in maanden met t is 0 op 1 april. Oké, nou als dit een jaar voorstelt, dan is dat dus het jaar van 1 april tot 1 april. Dus en t is in maanden, dus t zit dan tussen 0 en 12. Dus hieruit volgt dat je t zit tussen 0 en 12. Dat haal je uit de tekst. Dat heb je nodig voor je window, want anders kan je niet goed het window instellen in je grafische rekenmachine. Oké, en dan worden er vragen over gesteld. Dus we gaan even naar de grafische rekenmachine. En daar gaan we eventjes dat ding op invullen. Dus dan moet ik even de microfoon draaien. Want ik heb nog niet zo'n oortje ding. Dat werkt niet bij mij op mijn computer. Krijtbord plus grafische rekenmachine. Yes, oké, we gaan hem even invullen. I1 is... we hebben geen T op de rekenmachine. Hè? Je hebt al een T, maar die doet het niet. Dus min 0,2... x tot de derde. Je kan hier meekijken. Je kan op YouTube ook die rekenmachine gewoon goed zien. Als je je scherm groot maakt. Dus je kan ook zeggen van ik kan het niet goed zien. Ik kijk op YouTube. Plus 3,6 t kwadraat. Zo. Min 14,4 t. Maar x dus. Want we hadden geen t. Plus 50. En dan het window instellen. X min is 0. X max is 12. Want het jaar loopt van 0 tot 12 maanden. De I min stel ik voor gewoon 0. En de I max, ja, daar zit een 50 in. Als ik 0 invul voor t, dan komt er 50 uit. Dus laat ik in ieder geval even boven die 50 gaan zitten. Laten we doen 200. Kijk hoe dat eruit ziet. Nou, dan krijg je een prachtige grafiek in beeld. Zie je dat? Ik denk dat het mooier is om hem tot 100 te laten lopen. Met de IMAX. Je mag het ook aanpassen. Hè? Je hoeft niet één keer iets te kiezen en daarvoor je rest van je leven mee te werken. Je kan ook gewoon zeggen, ik pas hem even aan. Oké, wat moet je nu opschrijven? Hè? Dat is een van de doelstellingen hier dat je die nog geleerd. Je schrijft op, ik vul dit in mijn rekenmachine. I1 is 0, min 0,2 x tot de derde plus 3,6 x kwadraat min 14,4 x plus 50. En je hebt een window van 0 tot 12 en van 0 tot 100. En die grafiek ziet er zo uit. Dus je hebt nu in één klap je window opgeschreven, een schets gemaakt van wat je op je scherm ziet. En je hebt opgeschreven wat je hebt ingevoerd. Dit is het minimum wat je moet opschrijven en dit is leuk om ook te doen. Iemand? U heeft in plaats van 50-15 opgeschreven. Ja, dat deed ik net ook. Maar gelukkig heb jij het gezien. Dankjewel. Oké, nu kunnen we som A doen. Bij som A zeggen ze, hoeveel zieken zijn er op 1 augustus? Dus dan zeg je, 1 augustus. Hoeveel maanden is dat na 1 april? Nou, 1 mei, 1 juni, 1 juli, 1 augustus. 4 maanden volgens mij. Dus dat is, t is 4. En dan kan je natuurlijk wel gewoon t is 4 gaan invullen in deze formule, dat helemaal intoetsen. Maar je rekenmachine heeft de formule al. Dus wat je doet is, je gebruikt de optie trace. En dan vul je bij trace gewoon 4 in. Dus dat laat ik zien. Ik druk hier op het knopje... Oh, ik was niet goed te horen waarschijnlijk. Net omdat ik mijn microfoon niet had gedraaid. Maar goed. Trace. Deze knop. En dan toets je in 4. Dan druk ik op enter. En dan zegt hij, dat is 37,5. Dus I is 37,5. Dus... hoe moest je dat antwoord afronden of zo? Hoeveel zieken zijn op 1 augustus? Dus ik zou gewoon zeggen, dus 40 zieken. Dus, sorry, 38 zieken op 1 augustus. Oké.
Dan, bij som B zeggen ze, bereken op welke datum het aantal zieken maximaal is. Hoeveel zieken zijn er dan? Oké, nou, we hadden een knop op de rekenmachine voor het maximum berekenen, toch? Ja. Je deed second trace. Dan krijg je het kalkmenu en in het kalkmenu kies je de optie maximum. Dan zet je het spinnetje links van het maximum neer. Dus ik loop naar het maximum toe. Dat zit een beetje bij mijn nek, hè? Dus hier stop ik. Dan zet ik hem rechts van het maximum, hier ergens, voorbij mijn hoofd. En dan zet ik hem op het maximum. En dan zegt hij, dat maximum zit bij x is 9,464 en y is 66,6. En dan zeggen ze welke datum. Oké, even de microfoon meedraaien. Dan gaan we even kijken of we iets kunnen doen met die datum. Dus je zegt eerst wat je op je rekenmachine hebt gedaan. Je zegt kalk maximum geeft. Nou, wat geeft kalk maximum? De coördinaten van het maximum zijn x is 9,4641 en de y is 66,6. Dus afgerond, ik zeg gewoon meteen afgerond 67. Dat is het maximaal aantal zieken. Dus het maximaal aantal zieken is 67. Het tijdstip is dit, maar we moeten dit omrekenen naar een datum. Dus hoe doen we dat? Nou, eventjes een lijstje maken. 0 hoort bij april. 1 hoort bij mei. 2 hoort bij juni. 3 hoort bij juli. 4 hoort bij augustus. 5 hoort bij september. 6 hoort bij oktober. 7 hoort bij november. 8 hoort bij december. 9 hoort bij januari. Dus het is in januari en dan is het 0,4641. In januari. Dus die 9 geeft hier dat het januari is. Maar ik wil weten hoeveel januari het is. Dus dan gaan we weer. Plaatje van januari. Hoeveel dagen heeft januari? 31. Dus dit is 0. Dit is 31. Dit zijn de dagen. En ik zit op 0,4641. Hoe maak ik hier een dag van? Nou, met de verhoudingstabel. Ik zeg 31 dagen hoort bij 1 maand. Maar ik heb niet 1 maand, ik heb 0,4641 maand. Dan kan ik dit getalletje berekenen door die keer die gedeelde 1 te doen. Dus dat ga ik even doen op de rekenmachine. Microfoon meedraaien. Kijk, ik leer het wel. Dus ik heb mijn 0,4641. Oh, nee, andersom. Je moest 31 gedeeld door de 0, 31 keer, ja. Ja, kijk, jullie weten het beter dan ik. En dat is mooi, want ik hoef die toets niet te maken. Ik heb hem al gemaakt. 14,3. Oké. Okay. Hoeveel januari is dat? Is dat 14 januari of 15 januari? Van 0 tot hier, dit hele vakje is 1 januari. Dit hele vakje is 2 januari. Zie je dat? Dus het is 15 januari. Nou, dit is gewoon smerig. Maar het is wel iets waar je punt op verliest als je dat niet goed doet. Is dit helder? Ja. Ik nog één keer zeggen over waarom het 15 januari is en niet 14. Nou, kijk, je kan, als ik hier bijvoorbeeld zit op 0,01, dan is dat niet 0 januari, want dat bestaat niet. Dan zit je in dit vakje. Dus als je uitkomt op 0, dan zit je al in het eerste vakje. Dus als je dan een stapje verder bent, ben je al in het tweede vakje. Dus we zitten hier 14 en een beetje, dus we zitten voorbij de 14. Oh, zo. Ja? Oké. Is het duidelijk, dames, achterin? Ja. Ja, kunnen jullie het gesprek nog even uitstellen tot naar de... Oké, dank u. We gaan even naar C. Bereken gedurende hoeveel dagen het aantal zieken minder is dan 40. Moeilijk. Nou, wat kan je dan doen? Dan moet je eerst even ruimte maken op het bord. Dus dit haal ik weg. En hoeveel dagen het aantal zieken minder is dan 40? Nou, ik zou gewoon zeggen, I2 is 40. Dan ga ik die 40 gewoon tekenen. En dan kan ik kijken waar die snijpunten zitten. Dus, even doen. Even de som uit het gezicht halen. Zo. Oké. Dus we doen, ja, we vullen in
I2 is 40. En als we dat doen, dan krijgen we iets in onze schets erbij, namelijk dit ding. Deze lijn. En er wordt gevraagd hoeveel dagen is het onder de 40. Dus we moeten kijken waar dit is. En we moeten kijken waar dit is. Ja? Nou, die punten vinden we met calc-intersect. Dus we gaan zeggen, calc-intersect geeft. Dus, second trace. Intersect. En dan loop ik met het spinnetje naar het eerste snijpunt. Lieve dames, alsjeblieft. En als ik bij het eerste snijpunt ben, dan druk ik op enter, zo. En dan zegt hij, de intersection is bij 0,877. Dus, intersect, calc intersect geeft. ...0,877, toch? Ja. Afgerond, 0,878, oké? En dan hebben we nog een calc intersect. X is, I is 40 natuurlijk. Die andere gaan we ook doen. Dus nog een keer calc intersect. Je moet het hele verhaal opnieuw doen. Maar je schrijft het niet dubbel op natuurlijk. Je zegt gewoon calc intersect geeft twee antwoorden. Calc intersect, je loopt met het spinnetje naar het andere snijpunt. En je vraagt hem weer van, hey, waar zit dat? Dat zit bij 4,52. En bij I is 4. Nou, wat je dan moet doen, is je moet allebei die waardes voor X, dan moet je omzetten in een datum, zoals ik hier heb gedaan. Dat ga ik nu niet doen, want ik moet ook nog die andere som doen van som 12. En als je van allebei die dingen de datum hebt, dan ga je tellen hoeveel dagen daar zitten. En dan weet je hoeveel dagen het aantal zieken onder de 40 is. Mooi, hè? Oké, ik heb de microfoon vergeten te draaien. Zo. Ja, nee, want ik wil echt zo'n draadloos ding, maar die doet het nog niet. Maar Adi, het pakje is in Nederland. Het is in Luik, dus het is mooi. Goed. Niet in Nederland, maar in België dan. Zullen we nog even kijken naar 12? Ja. Oké. Oké. 12 D, E en F was het verzoek. Dus we gaan gewoon beginnen met D en kijken hoe het gaat. Bij som D wordt er gezegd, ik wil dat je oplost X plus 4. Hallo Figo, welkom. Voordat je een lekker band had. Keer, dat is vervelend. Ik ben blij dat ik vandaag geen lekker band had. Is 6 min 3 keer X min 1. Oké, nou in zo'n geval, als er niet staat is 0, moet je altijd gewoon die haakjes uitwerken. Dus we gaan de haakjes uitwerken. Dit wordt 3x, dit wordt min 5x kwadraat, plus 12 min 20x. En aan de andere kant krijg je 6 min 3x plus 3. Brengen we alles aan dezelfde kant, dus dan krijg je hier de min 5x kwadraat, plus 3x min 20x. Plus 3x plus 12 min 3 is 0. En nu kun je de gelijksoortige termen samen nemen. Dus je krijgt min 5x kwadraat plus 3x. Plus 3x min 20 is volgens mij min 14x. En dan heb je ook nog een 12 min 3. Dat is plus 9. Oké. Okay. Nou. Is het onduidelijk? Oh. Nou, dan moet je hem gewoon even stilzetten en nog even naar kijken. Maar wat ik heb gedaan, ik heb gewoon gezegd van ik breng alles naar die kant. Oh, ja, ik ben die 6 vergeten naar de andere kant te brengen. Ik ga inderdaad te snel, mensen. Min 6. Goed punt. Zo zie je maar, soms gaat het meer snel, echt te snel. Even voor de mensen die het willen volgen. Hè. Kijk, hier staan 4 dingen. 1, 2, 3, 4. Hier staan 3 dingen. 1, 2, 3... totaal zouden er 7 moeten staan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dat klopt. Nou, wat heb ik gedaan? Ik heb eerst de term met x kwadraat opgeschreven. Toen de term met x. Dus de 3x en de min 20x en de plus 3x heb ik naar de andere kant gebracht. Toen had ik hier nog die 12 over. En toen heb ik die 6 naar de andere kant gebracht. Dat wordt min 6. En die 3 naar de andere kant gebracht. Dat wordt min 3. Ja? Oké, heb ik nu iedereen mee? Ja. Ja, mag best een vraag stellen nog hoor. En in ieder geval je mond houden.
Heel belangrijk. Graag. Ja, het zou zo fijn zijn. Oké. Dit kan je niet ontbinden, want als je kan door min 5 delen, maar dan krijg je breuken. Dus dat doen we niet. We gaan gebruik maken van de ABC-formule. En als je de ABC-formule gebruikt, zeg je even, oké, A is dit, B is dit, C is dit. En dan ga je de discriminant uitrekenen. Discriminant is B kwadraat min 4AC, dus je krijgt min 14 in het kwadraat min 4 maal min 5 keer 3. Nou, dat is echt iets voor de rekenmachine. Zo. Dus min 14 in het kwadraat is gewoon 14 kwadraat. Min of plus 4 keer 5 keer 3. Oké, wat is dat? Dat is 256. Oké. Goed. En de x die je dan krijgt, er zijn altijd twee oplossingen voor de ABC-formule. Min b. Plus of min de wortel van discriminant gedeeld door 2a. Dus je krijgt 14 plus of min de wortel van 256 gedeeld door 2 keer a. De wortel van 256 is gewoon 16, hè? Dus je krijgt 14 plus 16, dat is 30 gedeeld door min 10. Dat is min 3. En je krijgt min 2 gedeeld door min 10. Dat is een vijfde. Dus de oplossingen zijn min 3 en 1 vijfde. En het moest hier met de ABC-formule. Meestal hoeft het niet met de ABC-formule, maar hier wel. En ik vind het altijd fijn als het mooi uitkomt. Zijn over deze som vragen of opmerkingen? Oké, ik zie dat de mensen nog een meeschrijver zijn. Ik zal even wachten. Lieve dames, misschien moet je even uit elkaar gaan zitten of zo. Dat gaat zo niet. Wil je het nog proberen zo? Ja? Oké. Okay. Laatste keer. Goed, dan gaan we naar 12b. Oké, bij 12e staat er 3x keer 4x min 5 is gelijk aan min 3. Oké. Dan gaan we weer die stomme haakjes uitwerken. Dus je krijgt hier 12x kwadraat min 15x. En die min 3 brengt aan de andere kant, plus 3. Dan kan ik delen door 3. Dus dan krijg je nog 4x kwadraat min 5x plus 1. En dit is helaas weer zo'n ding wat je niet kan ontbinden. Dus we moeten weer de ABC-formule gaan gebruiken. Dus ik ga zeggen, a is 4, b is min 5, c is 1, discriminant is b kwadraat min 4ac geeft min 5 in het kwadraat min 4 keer 4 keer 1. Nou, min 5 kwadraat 25, piek 4 16, dus is 9. En dan krijg je dus x is min b plus of min de wortel van discriminant gedeeld door 2a. Dus je krijgt 5 plus of min de wortel van 9. De wortel van 9 is 3. Het delen door 2a, dus delen door 8. Dus dit geeft twee oplossingen, namelijk 8 gedeeld door 8 is 1. Of 2 gedeeld door 8 is 1 vierde. Ik zie dat er vragen zijn. Ik ga de vragen langs, jullie kunnen elkaar helpen. Ja. Moet je daar delen door 3 of wat bij de cijfers staan? Want 12x kwadraat min 15x plus 3. Ja, sorry, was de microfoon vergeten. Het is niet verplicht om te delen door 3, maar het valt me op dat ik hier door mag delen door 3. En om de getallen makkelijk te maken, doe ik dat. Maar als ik gewoon hetzelfde houd, dan is het nog steeds 1 en 1. Ja, probeer maar. Oké. Oké, maakt niet uit. Oké, zijn er nog andere vragen over dit? Oké, dat is aan de ene kant goed. Oké, mooi. Oké, dan gaan we naar 12f. Bij 12f staat er x plus 1 in het kwadraat. Dit is een rare som. X plus 1 in het kwadraat plus x plus 2 in het kwadraat is gelijk aan x plus 3 in het kwadraat. Oké. Lieve mensen,
graag dat aan elkaar uitleggen. Dat vond ik net oké toen ik een vraag aan het beantwoorden was, Irie. Maar nu ben ik weer klassikaal bezig. Dus het is goed als je straks verder gaat met dat verhaal. Wil je dat doen? Oké. Let op. Wat is het dan weer voor onzin? Haakjes. Ik ben bang dat ze allemaal moet gaan uitwerken. Dus je krijgt hier x plus 1 in het kwadraat. En dat is x plus 1 keer x plus 1. Ja. En x plus 2 in het kwadraat is x plus 2 keer x plus 2. Ja, maar meneer, dat weten we wel. Ja? Ik ben bang dat de helft van de klas denkt dat dit x kwadraat plus 1 is. En dit x kwadraat plus 4 en dit x kwadraat plus 9. Maar dat is niet zo. Want je moet alle dingetjes vermenigvuldigen met elkaar. Dus je krijgt x kwadraat plus 2x plus 1. En hier krijg je x kwadraat plus 4x plus 4. En hier krijg je x kwadraat plus 6x plus 9. Nu breng ik alles naar dezelfde kant. X kwadraat plus x kwadraat min x kwadraat is gewoon x kwadraat. 2x plus 4x min 6x. Wat is 2x plus 4x min 6x? 0 toch? 2 plus 4 is 6. 2x plus 4x, 6x, min 6x, 0. Oké. En dan heb ik ook nog een 1 en een 4. En een 9. Dus min 4 krijg ik dan. X kwadraat min 4 is 0. Kan ik dit oplossen met de ABC-formule? Ja, A is 1, B is 0, C is min 4. Maar ik kan ook gewoon die min 4 naar de andere kant brengen en zeggen x kwadraat is 4. En als x kwadraat is 4, dan is x gelijk aan plus of min de wortel van 4. Dus je krijgt dus oplossing x is 2 of x is min 2. Mooi hè? Oké. We hebben nog een minuut of 10. We kunnen nog een steltje doen. Ja. Kom deze naar toe. Ik verwacht een rijtje met kwadratische vergelijkingen. Okay. Maar dat is niet de hele toets. Oké. Even centraal nog mensen. Zullen we nog even een stelseltje doen? Ja. Zijn jullie daarmee eens dames, een stelseltje doen? Ja? Oké, komt ie. Oké. Lieve mensen, dit is een beetje een slecht voorbeeld, realiseer ik me. Maar we gaan het wel doen. Ik wil even weten, ik wil van jullie horen of jullie nog weten waar het over gaat. Dus dat bovenste ding. Wat is dit voor ding? Een vergelijking van een lijn. Dit is een lijn. En dit is, wat is dit? Ook een lijn. Dat is als ik twee lijnen met elkaar combineer. Wat bereken ik dan van die lijnen? Het snijpunt. Okay. Je moest om dat snijpunt uit te rekenen twee getallen gelijk maken. Ik zie hier dat de getallen bij de y gelijk zijn, maar dat vind ik flauw. Dus ik wil de getallen bij de x gelijk maken. Waarmee zal ik gaan vermenigvuldigen? Ja, de bovenste moet keer 2 en de onderste moet keer 5. Dan krijg je allebei 10. Dus dan krijg je 10x min 6i is 6. En je krijgt 10x min 15i is 20. Oké. Okay. Dus ik heb 10, ja de i was al gelijk, maar ik ga de x gelijk maken. Dat is leuk. Nee, ik vond het leuk om de x gelijk te maken. De i was al gelijk. Ja, dan kan je toch zelfs wel door. Dat is waar. Gaan we ook doen. Kan 10x en 10x. Moet ik deze dingen bij elkaar optellen of van elkaar afhalen? Ja, dus dan krijg ik 10x min 10x is 0. Min 6i min min 15i. Wat is dat? 9i. Min 6 min min 15. Ja? En wat is 6 min 20? 14. Dus i is 14 negende. Oké. En ja, inderdaad, deze kan ik ook van elkaar afhalen. Dus dat doe ik. 5x min 2x, 3x. Dit wordt 0. En 3 min 4 is min 1. Dus x is min een derde. En het snijpunt van de lijnen is dus min een derde en 14 negende.
we berekenen het weer pijlen. Mooi, hè? Ja, even centrale vraag. Dien heeft een vraag. Luister even. Ja. Ik heb geen vraag. Oh, we gaan kijken. Oh, oké. Heeft iemand een vraag? Die 1 derde. Die? Ik heb min 1 gedeeld door 3. Ik heb deze ook van elkaar afgehaald, want dan vallen de eieren weg. Dan hou ik over 3 x's min 1 en dan deel ik door min 3. Dan krijg ik min 1 derde. Ja? Oké. Zijn er nog andere vragen over dit? Ik realiseer me dat het een beetje een raar voorbeeld is. Oefen zelf ook nog met al die soorten die ik op het bord had staan. Ja, luister nog even mensen. Ik had net een opmerking van Figo. Die zei van, ja maar meneer, 6 min 20 is min 14. Ja, dat klopt. Dus dit wordt min 14 en dan wordt dit antwoord min 14 negende. En verder verandert er niks, want ik heb deze ei niet gebruikt bij het berekenen van x. Dankjewel. Gaan we nog een keer proberen. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huils. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.